Nou, het is natuurlijk een hele kleurrijke man. En wat ik het uitdagend vond, is eigenlijk dat ik ging proberen om niet André Hazes na te doen, maar om Martijn André Hazes een beetje te laten zijn. Dus om hem, dus bepaalde aspecten van hem kopiëren en het verder zelf spelen. Dus niet heel erg doen alsof je iemand bent, want dat werkt gewoon nooit zo goed. Jolanda Mansveld, jij wil weten wat mijn favoriete Hazesnummer is. Nou, ik kan altijd heel moeilijk kiezen, want ik vind eigenlijk al die liedjes heel erg tot de verbeelding spreken. Omdat ze heel erg verwoorden wat heel veel mensen voelen en meemaken in hun leven. Maar om te zingen is heel leuk. Zij gelooft in mij, want dan kan je lekker galmen. Dan kan je lekker... Dan kan je echt helemaal uitpakken. Dus dat vind ik wel een heel leuk liedje om te zingen. Hey, Carina Rietbergen. Jij vroeg of ik mij André Hazes voel wanneer ik de schmink doorlopen heb en mijn pruik op heb en het podium op ga. Ik voel eigenlijk nooit zoveel op het podium. Dat is niet handig, want je moet eigenlijk heel erg denken op het podium. Dus ik voel me niet André Hazes, maar ik voel me Martijn Fischer die 2,5 uur een avontuur gaat beleven als André Hazes. Dat is goed. Zij ziet toekomst.